balanced. Ja. En wat zijn uw verwachtingen? Oeh, ja, dat is ook allemaal nieuw voor mij. Hè. Dus ik hoop dat we er de eerste dag toe komen en dat dat allemaal vrij in orde en oké is. Zodat jullie ook een goed gevoel hebben van aankomst. Verder, ja, verwachtingen dat alles goed verloopt. En dat jullie, vooral jullie, op jullie gemak zijn en dat jullie heel vlug jullie weg vinden. Zijn er nog veel dingen die moeten gebeuren voordat het effectief gaan vertrekken? Er is al heel veel gebeurd. Hè. Onze collega Inge Molemans heeft heel wat op poten gezet. Gezien zij ook leerkracht Frans is, is het natuurlijk, vonden wij het een beetje evident dat de vertalingen door haar gebeurden. Wat dat beter hè, als resultaat zou zijn dan dat wij het doen. Collega verzorging, mevrouw Neefs, heeft gezorgd voor al wat vaccinaties en gezondheidstoestand wat in orde moest gebracht worden, in orde gebracht. Nu zijn er nog een paar kleine dingen die nog op poten moeten gezet worden, maar die zijn vrijwel zo goed als volbracht. Dus nee, allemaal echt waar, heel veel succes. Vooral op vlak van flexibiliteit. Hè. Goed observeren en zo vlug mogelijk de groepswerking oppikken, zodanig dat jullie vooral goed in jullie vel voelen. En als je dat kunt, dus dat pakje succes lees ik jullie toe. En voor de rest gaan we het beste ervan maken. Het is niet alleen werken, maar we gaan ook zeker voor amusement zorgen. Het verhaal dit jaar is een dubbel Erasmus-verhaal geworden in de zin van... wij krijgen ook Franse kindjes toegestuurd, zoals jullie wel weten. De eerste twee weken van jullie stage gaan jullie gekoppeld worden aan een van de leerlingen van mevrouw Danesh. Daarna, na twee weken, stappen die leerlingen daar het vliegtuig op en komen zij naar hier. En hier zullen zij onthaald worden door de thuisblijvers van de 7Z. Ze zullen hier dan samen met hen drie weken stage lopen in verschillende woonzorgcentra. Hier in het Antwerpen. Daarmee is ons Erasmus-verhaal een heel uitgebreid verhaal geworden. Mijn tip voor jullie is echt waar. Observeer, absorbeer en probeer. Ik denk dat dat drie dingen zijn waarmee jullie aan de slag kunnen gaan. Jullie hebben al drie jaar lang heel erg beroepsgericht Frans gekregen. We hebben tijdens de lessen allerlei thema's aangehaald die echt inherent zijn aan de zorgsector. Jullie kennen heel veel over een kinderdagverblijf in het Frans, over het wel en wee in een rusthuis. Jullie kennen hele specifieke woordenschat wat betreft het verzorgingsmateriaal. Jullie hebben jullie praktische zinnetjes die jullie kunnen toepassen bij het contact met de zorgvrager. Dus mijn raad is, wees niet bang, probeer. Ja, hoe bereid jij je voor om te vertrekken? Door samen te werken met al mijn collega's en alles te plannen, uitstappen, te regelen. Wij gaan een weekend weg, dus dat moet allemaal geregeld worden. Goh, bang is een groot woord, ik denk. Alles zal wel geregeld zijn en zal in orde komen. Het enige wat altijd afwachten is, en dat je nooit kan inschatten, is hoe die groepsdynamiek gaat zijn. Maar dat is altijd afwachten. En bang is een groot woord, maar dat is toch wel iets wat je in orde moet houden. En als ik denk dat er iets kan mislopen, ligt het op dat vlak. Ik denk stages zijn goed georganiseerd, gepland. Wat wordt er van ons verwacht? Van jullie als leerlingen. Ja. Wat ik van jullie verwacht, is dat jullie al jullie zintuigen vierkant openzetten. En dat het allemaal over u komen. Dat is een ervaring, een heel belangrijke ervaring. Zoals ik eerder al heb gezegd, een ervaring waar je later nog heel vaak op gaat terugdenken, normaal gezien. En ik wil dat jullie dat volledig absorberen. En dat volledig tot u laten komen. En ook de minder leuke momenten volledig benut. Want dat is allemaal een leerschool. En je moet dit bekijken als één grote leerschool. Waarin dat je nog fouten mocht maken. En er is een vangnet. En dat zijn wij om jullie mee te helpen in dat leerproces. Dat is wat ik van jullie verwacht. Dat jullie eigenlijk er volledig van genieten. En heel veel leren. Ja.
Jullie bepalen eigenlijk wat je in het weekend gaat doen vooral. Hè. Zeg, dat eerste weekend is Den Haag en Scheveningen. Anne Frank is geregeld en sinds gisteren heb ik ook Madame Tussauds vastgelegd op zondag. Ja. Waarom hebben jullie dit project opgestart? Wel, wij vonden het een belangrijke meerwaarde om jullie te laten kennismaken met de zorg voor ouderen en vooral ook de animatieve deel in die zorg voor de ouderen, zoals die op een andere manier gebeurt. Omdat we hier werken we altijd met dezelfde instellingen, met dezelfde centra. We zitten in een stad en dus dat project met de zorgboerderij was voor ons een hele grote kans om jullie eens een heel andere context te laten zien. Oké. Ik ben mij eigenlijk al heel erg aan het verheugen om de boerderijen terug te bezoeken, omdat we die mensen toch al een beetje kennen ondertussen. En ik weet ook waar van de nieuwe projecten waar ze mee bezig zijn. Dus dat is één ding waar ik me niet alleen op voorbereid, maar waar ik me ook op verheug om dat te doen. En wij moeten ook onze valies maken. En wij gaan vooral nog eens alle doelstellingen nakijken. Om als we bij jullie komen, dat we samen met jullie kunnen zien dat we zeker niks vergeten en dat we op de juiste manier eigenlijk ons project aan het doen zijn. Ja. Wat we nu nog moeten doen, we hebben ons infomoment nog donderdag. Daar gaan we jullie nog veel praktische informatie geven en vooral proberen te antwoorden op alle vragen die iedereen nog heeft en ook misschien vragen die jullie ouders nog hebben.